After nearly 100 years, the northern lock in Ijmuiden needs replacing. A new, larger sea lock that can accommodate larger-sized ships will improve access to the port of Amsterdam and give the economy in the region a boost. The new sea lock will be 70 meters wide, 500 meters long and 18 meters deep. It will be open for navigation at the end of 2019. Rijkswaterstaat, the Dutch Directorate for Public Works and Water Management, has commissioned OpenEye to design and build the world's largest sea lock in Ijmuiden. OpenEye will also maintain it for another 26 years. The new lock will remain in service for 100 years. Wat je hier ziet is het sluiscomplex in IJmuiden, de originele Noordzeekanaal met twee kleine sluizen en vervolgens een middensluis en een noordersluis die in die jaren zijn gebouwd om steeds grotere schepen door te kunnen voeren richting Amsterdam. Maar na al die jaren is ook de huidige noordersluis te klein voor de scheepvaart en bouwen we hier direct naast de noordersluis de grootste zeesluis van de wereld in een bestaand sluiscomplex terwijl de scheepvaart gewoon doorgaat. OpenEye is opgericht rondom de aanbesteding van de grootste zeesluis ter wereld, de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Uiteindelijk is dat begonnen in de aanbestedingsfase van het DBFM-contract wat Rijkswaterstaat op de markt gezet heeft. DBFM is a tender method. The acronym stands for Design, Build, Finance and Maintain. De essentie van een DBFM-contract is dat het een langjarig contract is. In dit geval, voor OpenEye, is het een contract voor 30 jaar. De F in de afkorting DBFM staat voor financiering. Dat betekent dat OpenEye ook zorg draagt voor de financiering van het project. Daarvoor sluiten wij een lening af bij banken. Dat kunnen we doen als de aandeelhouders in OpenEye natuurlijk ook zelf wat investeren. En de aandeelhouders in OpenEye zijn BAM en pensioenfonds PGGM, Volker Wessels en DIF. En gedurende de gebruiksfase lossen wij de lening langzaam weer af. Na het bouwen, dat 4 jaar duurt ongeveer, tot 2019, wordt het stokje overgenomen door de OpenEye MTC-organisatie, de maintenance-organisatie, verantwoordelijk voor 26 jaar lang onderhoud. We bouwen op een postzegel. Het is een best kleine ruimte waarbij alle functies in stand moeten blijven. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. We bouwen direct naast de bestaande sluizen. Het zijn ook al oudere constructies. En het is niet alleen de constructies, maar er wonen ook mensen op het sluiscomplex, maken mensen gebruik van het sluiscomplex. En die moeten allemaal doorgaan met hun huidige werkzaamheden, terwijl wij de grootste zeesluis van de wereld daartussen realiseren. Because of the project's complexity, the BAM and Volker Wessels engineering companies are supported by Royal Haskoning DHV, Arcadis and IV Infra. Dredging companies Van Oord and Boskalis will also contribute their expertise during construction. Upon completion, they will be responsible for maintaining the channels. Samen groots bouwen is de spreuk die Rijkswaterstaat en OpenEye samen hebben bedacht om uiting te geven aan de manier waarop wij met elkaar willen samenwerken. Een bedrijf opzetten om zo'n grote opgave te realiseren begint met een goede voorbereiding. En die voorbereiding begint in de tenderfase. Ben je in staat om als team met elkaar samen te werken? Want uiteindelijk de mensen maken de organisatie om een project te realiseren. OpenEye en Rijkswaterstaat are building the world's largest sea lock.